En I Apologize waren ook mensen in de band die vonden niet dat dat een goed nummer was. Dus wij hebben gezegd van ja, fuck it, die moet erop. Ik elke dag een liedje schrijven, een alfabetje boven schrijven zo, en dan maar rijmelerij, weet je wel. Ik vind het makkelijk om over gevoelens te praten, zeg maar, dan dat ik naar mijn eigen tekst moet luisteren. De Amerikanen zeggen dat het van God komt. Nou, dat is niet waar. Hè? Tegelijkertijd wil ik wel zorgen dat ik in ieder geval heb geprobeerd om gewoon echt mezelf een keer te zijn. Het eerste doel ooit toen ik met die tapies met Kip bezig was, was onze eigen muziek op vinyl hebben. Ik denk over het uiterlijk, ik ben geen pretty boy popster, weet je wel. Dat wil ik ook helemaal niet zijn. Het enige criterium dat ik heb is dat ik het zelf interessant moet vinden. Je kan ook niet iedereen plezieren. Toen ik Siamese Dream hoorde van de Pumpkins dacht ik, oké, maar het kan ook mooi. Ik hoef niet zo afgetrapt en lelijk te zijn. Maar ik kan me niet zo goed herinneren hoe ik dan die eerste keer ervoor stond. Het is nu wat makkelijker. Nee, ik heb geen idee waar het vandaan komt. En dat is ook het mooie van muziek. En dat ik daadwerkelijk gedroomd had dat ik in een klein theaterzaaltje zat vooraan en dat de Beatles daar speelden. Iedereen is gewoon onzeker over wat hij doet en over wat hij maakt en of het goed genoeg is. Toen ging ik bij Arama spelen en gebeurden er allemaal dingen waardoor ik dacht, nou ja, zie je wel, het was altijd gewoon... Ja, moest kijken. Ik trek twee keer op en ik krijg gelijk een platencontract. Bizar. Ja, en als je uiteindelijk de positie weet te bereiken waardoor je dat gewoon de hele tijd kan blijven doen, en dan ben ik happy. Die rock'n'roll vibe, dat zat er gewoon in me toen. Toen kwam ik terug en dat heb ik gewoon zo de studio gelijk, echt zo rechtstreeks uit Amerika, hop, zo die studio in.